Hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Morgen zeg ik wel, maar het is 3 uur in de nacht. En ik ben onderweg naar Schiphol, want ik ga samen met Francisca naar Barcelona. Ik heb er echt super veel zin in. We gaan echt kort, we gaan van vrijdag tot zondag. Het is nu dan 3 uur in de nacht, dus hebben we daar de hele dag nog. En zondag vliegen we dan laat naar huis, dus we hebben wel echt genoeg tijd om alles lekker te bekijken. Maar ik neem jullie in ieder geval ook gezellig mee, dus tot ziens met kijken. Zijn we! Waar gaan we heen, schat? Waar gaan we heen? Barcelona. Ik heb er echt zin in. Ja, ik ook. Barça. We hebben zo naar uitgekeken. Ik ook. En helemaal los. Helemaal los. Maar het is wel echt, echt laat in de nacht. Het is 4:30. Ja. Oeh, we zijn wel een beetje te laat. Oh ja, jongen, ik zag een Insta-story van jou dat je om 11 uur 's avonds nog bezig was met je boek zoeken. Wat voor boek was dat? Dat was deze pantalon die ik aan heb. Oh. En ik zocht mijn tas. Oh, die heb je op kantoor heel vol liggen. Ja, nog gevonden. Oh, nee, niet. Ja. Ja. Nou, ik heb wel een heel voorraadje liggen voor achter deze boek. En dan zat ik het wel liggen. Bestseller, hè? Oh nee, het is een andere. Bestseller. Ja. Hmm. Nou, we gaan eventjes inchecken. Ik weet niet of je zo'n koffertje in moet checken. Maar ik heb nog nooit, letterlijk. Ik heb letterlijk nog nooit alleen met handbagage gereisd. Nog nooit? Nee, maar je is vast ook even met mijn tas goed. Ik heb nog nooit alleen met handbagage gereisd. En ik weet ook niet of ze dit goedkeuren als ik ook nog zo'n tas heb. Maar ja, gaan meemaken. Nou, we hebben lekker een sausijsbroodje, een kaasstengel, een smoothie. Wat heb jij? Tomatensoep. Lekker. En een smoothie aardbei of zo? Ja, lekker. Nou, bon appetit. Nou, we gaan over 20 minuten inchecken. Nee, boarden. En ik heb nog nooit met handbagage gereisd. Dus ik moest echt wennen aan dat ik opeens niet hoefde in te checken bij die normale balen. Ik kon gewoon gelijk doorlopen naar de security. Maar ze zeggen dus, je mag maar 10 kilo mee. Maar dat checken ze helemaal niet. Toch? Mijn koffer is echt niet 10 kilo, het is echt zwaarder dan dat. Gaan ze dat bekijken, ja. Ja. Ik ben blij. Ga je ook vloggen? Ja, ik ga ook vloggen. Wanneer heb je nog meer gevlogd? Curaçao. 3 jaar geleden, staat dat helemaal online. Nee. Ik heb laatst gevlogd op Rodos. In ieder geval, ze plaatsen opeens een TikTok dagvlog vanuit september. Van Rodos. Hallo, welkom in mijn dag. Dag aan mijn leven. Ja, kaptein. Een huisje eronder van, volgens mij was het... Ja, ik zei, ik reageerde van, oh mijn god, is daar zo lekker weer? Nee, er staat toch bij, het is in september. Gaan we! Lekker schat. Michel, achter elkaar. Ik mis jou. Michel. Handje. Ik heb net omdat mijn computer uitgevallen is, dat het 2 à 3 uur langer kan duren. Dus dat we misschien moeten overzetten naar een ander toestel, maar we gaan kijken of het ander toestel is. Je zult wel eens zien aan de rechterkant dat de bagage op dit moment echt 2 à 3 uur vertraging of zo. Dat is niet langer. Excuses voor het ongemak, maar zoals gezegd, alles voor veiligheid. Mocht u wat minder bekend zijn, Schiphol kunt zo meteen onder toezicht van de cabine weer van boord gaan, mee te nemen en dan naar boven aan de gate te lopen. Daar zult u vervolgens met... Oké, okay, en we gaan weer door naar het volgende vliegtuig. Yes. Echt kut. Even een heel stuk lopen. Zin in. Nou, we zijn aangekomen in Barcelona. 2 uur slapen we gepland dus, maar we hebben onze koffertjes alweer. Dat ging echt redelijk snel. En nu met de taxi naar ons hotel. Hoe heet het hotel? Heet het zo? Strandhotel. En het blijkt heel mooi te zijn, want Francisca heeft er vaker gezeten. We gaan het straks met zwembad, maar ja, het is hartstikke koud hier. Het is 7 graden. Ik bedoel, je draagt een sjaal. Dus ik kan wel raden hoe koud het is. Maar we gaan meemaken. A la Krabhotel. Dan. Wij zijn aangekomen in het hotel. Oké, dit is de kamer. We zitten bij het Kramhotel. Oké. Pak jij het pasje? Ja. Oké. Wow, lukt dat? Nee, wacht. Ik heb het, denk ik. Ja, gaat het lukken? Denk het wel. Okay. Moet het zo? Ja. Die chip zit aan één kant. Zit hier. Oh. Hallo. Ah. Open de deur. Oké. Oh mijn god. Oh, wow, dat ben ik.
Ja, deze kamers hebben echt veel spiegels. Oh, dat is wel chill hoor. Ik ben voor de mensen die afvragen hoe dat weet. Wauw, mooi hoor. Netjes. En Oreo's. Roomtour, ja geweldig. Daar moet je wel voor betalen. Gewoon lekker schoon, lekker beetje. Mooi, oh badjassen, super ja. Chill. Ook slippers hebben ze. Hoe is het uitzicht? Ja, het uitzicht is wel boring. Oh, ik moet zeggen, het is beter uitzicht dan wat wij ervoor. Oh, serieus? Er komt gewoon een mini balkon. Oh mijn god, dat is wel leuk. Let's check. Is dit open? Ja. Nee, dit is echt veel beter uitzicht hoor. Ja? Dan wij de vorige keer hadden. Dit is gewoon een binnenbalkon. Dit is gewoon leuk. Ja. Is leuk, ja. Nou jongens, cute. Francesca die gaat trouwens ook weer vloggen. Ja. Wanneer ga je dit uploaden? Dat is nog een verrassing. Ja, ziet verrassing. Er wel leuk uit. Jij vloggend past jou wel. Ja, staat je wel, ja. Een vloggirl. Ja, maar twee vloggirls. Ik ben blij met onze kamer. Oké, ja, ik ben ook blij met onze kamer. Ik ben benieuwd naar de badkamer. Ja. Wow, dit is het lichtknopje. Raar. Onze koffers staan nog wel buiten staan. Oh. Niet zo erg, toch? Nee. Oeh, lichtjes. Oh, what the fuck? Hebben ze gewoon rituals? What the fuck? Ik dacht, ik moet echt eigen shampoo mee met dit hotel. Ze hebben dat kut shampoo. Oh, ik ben helemaal... Ik moet echt aan mezelf doen. Ik ook. Film alsjeblieft niet. Jawel, zeker wel. Oh ja, volgens mij ook. En straks film ik... Ja. Kijk, dit heb je dus hand and body lotion, handwash. Hier heb je conditioner, shampoo, shower gel. Kaulo gel. We gaan ons ook even samen klaarmaken zo voor de avond. Ja. Is leuk. Ik wil zo een get ready with me op TikTok filmen. Leuk. En dat we gewoon een beetje kletsen ook nog met muziek? Nee, gewoon kletsen zeg maar. Kletsen, ja. Dat is wel leuk. Dat is leuk. Nou jongens. En dan doe ik het wel met een muziekje of zo. Weet je wel, dan hebben we allebei een TikTokje. Ja. Oh, leuk. Ook wat chill als je een spiegel hebt. Ja. Nou, echt blij mee. Nou, ik heb in ieder geval even een nieuw outfitje aangetrokken. Deze superleuke Lucy Blush van de webshop. Met zo'n mooi open rugje. Met de onder de testpantalon fuchsia. Ik ga hem even klaarmaken. Ja, ik weet niet of het echt een mooie hoek is waar hij nu staat. Maar dat is het enige wat ik hem eigenlijk neer kan zetten. Ik maak altijd een beetje van deze. Doe even niet. Anders zit ik niet in de spiegel. Ik maak altijd van deze van Maroda. Echt super chill, want die kleurt gewoon helemaal met je gezicht mee. En ik gebruik ook die concealer daarvan. Die is echt super chill. Die heb ik dan een iets bruinere tint. Waardoor je net een iets bruiner effect in je gezicht krijgt, zeg maar. Alleen niet bijna op, dus ik moet eigenlijk even een nieuwe bestellen. Alleen Julia heeft een samenwerking met hun. Wil ik ook trouwens, ik kan afmelden, ik kan proberen. Maar, die heeft dus een kortingscode. En die moet ik eigenlijk wel even gebruiken, maar ik weet niet of die nog te gebruiken is. Maar de auto vind ik in ieder geval wel erg fleurrijk. Ik dacht, ik ga hem bewaren voor morgen of zo, maar ik heb ook nog wel andere leuke auto's mee voor morgen. En ik denk... Ik heb eigenlijk wel zin om even een leuke foto te maken, dus ik doe alvast deze aan. Het weer buiten is niet heel dender, want iedereen had eigenlijk wel echt een winterwassen. Ik zie zelf mensen met een muts en een sjaal, dus misschien dat ik wel te zomers gekleed ben. Maar ik doe wel een spijkerjasje aan. Maar qua kleuren ben ik wel zomers. Maar Apollo en in Barcelona, ik vind dat mag. Ik wil ook nog een sjaaltje meenemen. Oké, ik ga eventjes versneld afspelen dat ik mijn make-up doe. En ik heb dit superleuke spijkerjasje erbij van Zara. Echt een heel leuk hier. Een jasje, ik heb nog nooit aangehad. Met zo'n gruffeld effectje. Ja, ik heb hem één keer aangehad, het had naar een festival. Echt leuk. Love it. En dit is die... pantalon dus, in zijn geheel. Echt leuk hoekje. Kijk hoe leuk, dit barretje. Mooi hè, Toetje? Heel mooi. Wauw. Ja, in de zomer is het echt warm en het was allemaal lichtbedjes hier. Toen was het zwembad ook wel echt leuk. Ja? Moet ik nou echt foto's van je gaan maken hier? Ja. Oké. Daar gaan we. Feestje. Wordt op jouw mobiel, denk ik. Maar was ook wel op jou, hè? Ja, maar dan moet ik erop. Mijn telefoon is niet heel vol. Mag hem morgen wel, ja? Is ook wel mooi zo, met die tas. Doe eens je haar, hand door je haar. Ja, dat is echt vet zo. Ja? Vind ik dan, hè? Ik moet even kijken hoe het nu staat. Eigenlijk staat die stoel een beetje in de weg. Heel mooi. Echt heel leuk. We zitten even bij het dakterrasje van het hotel met een zwembad en een bangetje. En we hebben even lekker een appel spritz besteld. Echt zin in. Even lekker een drankje doen. Love it. We gaan even lekker lunchen bij Tapas Season.
hadden echt een leuke review gelezen op internet, dus... Bro, check deze mes. Ja, ik vind het gek. Ik dacht, ik film het even. Oké, daar zijn we dus. Dit is de kaart. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan vanavond echt bij een heel leuk luxe restaurant zitten. Maar we willen toch vanmiddag ook nog iets tapas. Want je bent in Spanje, dus het moet. Zijn het tapas? Ja, volgens mij wel. Ik heb hier patatas bravas. En we hebben allebei lekker broodje met tomaat en zalm, volgens mij. En we hebben Fanny. Zijn het garnalenkroketjes of kipkroketjes? Kip, hè? Let's take. Hoort net door mijn oortje. Oké, maar zegt de ergste ooit. Maar Francisca en ik dachten dat we nog gewoon even in bed gaan liggen. Aangezien we een nachtje wakker hebben gelegen. En zijn nu pas wakker geworden. Het is 7:15. We moeten om 8:00 bij het restaurant zijn. Francisca gaat haar nu even klaarmaken. Ik ga ook maar beginnen. Want ik zie er niet meer uit. Want ik heb natuurlijk gewoon gepit. Ik denk wel 3 uur. Maar ik had echt nodig. Ik ben echt zo moe. Francisca ook. Maar we gaan echt naar een heel leuk restaurant. Dus ik kom ook even leuk aankleden. Het is volgens mij 20 minuten lopen. Dus even kijken wat ik aan ga trekken. Oké, we zijn klaar en ongekleed. Laten we even in de badkamer filmen. Is wat lichter, denk ik. Ja, denk ik zie het niet helemaal. Maar op zich, hij filmt. Zeg, jij bent wel licht. Wat heb je aan? Ik heb een wit pak aan van Frances. Witte blazer. Iconic Shirt leg pants. Wit, zwarte tube top. Dunks. En deze tas. Leuk. Ik heb deze lullen top aan. En de testpantalon met een leuk riempie. En mijn All-Stars. Gewoon lekker basic. En mijn Sophia Blazer als pakje. Dus jij hebt een leuk pakje. Ik heb een sportpak. Oh, dat is wel leuk. Allee, ik heb er niet zoveel zin in, want ik ben zo moe. Ik ben ook zo moe. Zo zonde dat we dit nu doen. Ik heb geen honger gewoon. Nee. Jij? Ik heb niet zoveel gegeten als jij. Dus ik zit nog niet heel erg vol. Nee. Maar het komt. Ja, ik denk dat het er wat in kan, hoor. Ja, ik hoop dat we zo wat wakker worden. Zo, there we go. Gaan we, schatje. We willen even een foto maken, dus ga zo even gewoon even iemand vragen. Ja. Een foto maken van ons. Een foto van ons gemaakt, hopelijk kan het niet goed. Ja, echt zo. Rij of hij. We hebben echt haast trouwens, dat hebben we 18 gereserveerd. Oké, we lopen nu over de Rambla of zo, dat is die hoofdstraat. Echt mooi, we hebben even een leuke foto gemaakt. Op zich is hier wel leuk gelukt. Misschien dat hij wel te warm komt. Maar we hebben een beetje een probleempje. Want achter is de reservering. Het is 8:05. En we zagen dus letterlijk net een mail dat je een 15 van tevoren aanwezig moet zijn. Maar dit is blijkbaar een heel luxe restaurant. Waar ook allemaal, ja, mensen als Frenkie de Jong zo eten, hoorde ik. En ja, bijna de hoofdreden dat we hier zijn. Tenminste, ik heb echt hoge verwachtingen nu, hè. Als het tegenvalt. Sla maar. Hey. Oké, we zijn binnen. Kijk hoe leuk. Hier staat een boodschap van Frenkie en Mickey. Heel toevallig. Misschien is het ook een leuke foto hier gewoon. Ja. Kan ook zeg al met die wijn en zo. Dit allemaal wijn. Wel leuk. Daarachter heb je dus een keuken en dan zie je iedereen dus koken. Het ziet echt super leuk uit. Ik ga het straks even laten zien, want het is echt leuk. Moeten we even doen. Vinden ze leuk toch, zei je? Oké. Okay. Ik zie daarachter een beetje, maar ik weet niet. Voelt ze asociaal toch? Om andere mensen te filmen, maar ja. Ik heb dus ook niet echt cocktail genomen. Ik krijg echt super weinig. Ik dacht, ik heb cocktail voor zo'n feestje. Lekker? Nee. Ik heb het ook eens proeven. Ja, maar het is zo duur. Het is wel lekker hoor. Oh, breng maar op. Ik heb hier een shrimp torta. Ik ben echt benieuwd. Ik had het wel echt anders verwacht. Maar let's go. Kijk, zo ziet het eruit. Ik ga scheermeisjes proeven. Het eerste in mijn leven, jongens. Nee, niet zo doen. Het is lekker. Ja. Het proeft naar wel lekker, maar wel een aparte substantie. Met wat thai ofzo. Wij hebben een steak tartar besteld om te delen. Ik kan niet wachten, het ziet er zo goed uit. We gaan nu deze delen. Het lijkt me een beetje carpaccio. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga voor de eerste keer tiramisu proeven. Zo lekker. Ja, echt? Het ziet er ook wel heel goed uit, jongens. Kijk. Het is wel lekker, man. Maar wel even wennen. Nou, we hebben heerlijk gegeten. We lopen nu over, zeg maar, die hoofdstraat. En je ziet iedereen, staat hier gewoon zo stil.
En gewoon te wachten tot ze iets van ons kunnen jatten. Ze kijken echt van top tot teen naar ons. Het is echt heel naar. Ja, dus ik heb ook mijn tas hier strak. Ja, ik zit ook zo goed. Mijn telefoon zit hier strak. Nu komt er wel eens aan. Hij wil dat ik coke koop. Ik hoef geen coke. We gaan nu weer terug naar het hotel. Het is nu 10:15. Best wel vroeg. Maar we zijn natuurlijk al de hele dag wakker. We hebben wel even geslapen. We waren echt heel moe. Maar ja, logisch. Je bent zeg maar echt de hele nacht soort van wakker of zo. Maar je moet je telefoon nog goed vast. Ja. Je moet echt een telefoonhoesje halen. Ik word helemaal verblind. Het is echt fel. Dat is een hint. En in ieder geval, we gaan terug. En dan gaan we straks even lekker. Hou op. Weet je die? Ja, natuurlijk niet. Dan te veel gegeten, mijn hele buik ontploft. Zullen we even de vlogcamera erbij halen? Jongens, mijn vlog kunnen jullie in... Juli ergens zien of zo? Want dat gaat weer een paar maanden duren. Ik heb een hele planning. Jij wel. Met mijn lange lijst aan vlogs die nog online moet komen. Maar volg me zeker wel op TikTok voor de recente vlogs. Ja, dat zijn Francisca Bruinsma aan elkaar. Eergisteren vlogje van Rodos geüpload uit september. Uit september, jongens. Nee, maar ik wil nu wel echt actief gaan vloggen, want ik vind het wel gewoon leuk. Maar hoe ik vaak heb jij ik twijfel dit gezegd, gewoon al heel lang of ik wel of niet actief wil zijn. Dan denk ik van, wat praat je nou? Want zeg maar, ik denk dat mensen denken dat ik best wel serieus ben, maar ik spoor gewoon ik echt. Ik zeg je eerlijk, ik dacht dat ook. Ik dacht dat je wat arroganter was. Ja. Dus dan moet je wel zeggen meer mensen. Dan kunnen mensen zien hoe je echt bent. Maar ik spoor eigenlijk gewoon echt niet. En ze is wel grappig op zich. Dat vind ik wel grappig. Ja, een beetje. Heel droog. Ja, maar wel lief. Je hebt wel een popje hoor. Je gaat even vloggen? Ja. So let's go. Nou, wij gaan even ons make-up hier afhalen. Ik mag even spul van Francisca gebruiken. Dit spul. Ik doe nog een heel klein beetje op, ja? Is het goed? Zij gebruikt namelijk spul van Paula's Choice. En echt een aanrader, zeg je? Ja, dat is echt heel goed. Maar je moet het wel echt... Als je wil dat je huid beter wordt, moet je echt gewoon consistent en op de dag hetzelfde doen. Ja, precies. Ja. Wat vond je van de eerste dag, schat? Ja, dat was echt leuk. Ja, jammer dat we zo moe waren. Ja, dat vond ik wel jammer. Morgen wil ik gewoon even meer zien van de stad. Maar, het komt prima. Echt lekker gegeten. Ja, dat is echt lekker. Rijdt het dan weer zo snel. De eerste dag gewoon even voorbij, maar... Sikker. Die reis duurt gewoon zo lang. Oh, dat verslaag ik me zo. Dat is gewoon jammer. Dat is echt gewoon, ja... Echt kut. Ja man, zwaar. Maar ja. Want anders hadden we gewoon dat kunnen inchecken. En echt kunnen slapen lang. Ja. En dan hadden we misschien vanavond nog wel iets kunnen doen. Iets kunnen doen en overdag ook meer. Ja, misschien dat we dan gewoon rond 2 uur ons bed uit konden. Ja. Hadden we gewoon 5 uur slaap gehad of zo. Niet dat we nog om 4 uur gingen slapen, zeg maar. Nee, want we voelden ons helemaal min voor het uiteten. Ja. En dat was zonde. Maar in ieder geval, ik denk dat ik gewoon lekker de vlog afsluit. Zo. Vond jullie de vlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En dan hopen we dat jullie morgen zien bij de volgende Barça vlog. Doei. Lekker slapen.